Ik ben Nico Meesters, de heer des huizes van Huizen Roosdaal. Huizen Roosdaal is gevestigd in de oude LTS, een imposant gebouw, een statengebouw. En daar zijn we wel in geslaagd om daar eigenlijk een hele sfeervolle woonomgeving van te maken. Dat zie je al op het moment dat je binnenkomt in de grote hal met het trappengat waarin prachtig mooie lampen zijn neergehangen. De luxe bibliotheek, de fantastische woonkamer waarin de kroonluchters prijken en het beeld gegeven wordt van nou, u bent van harte welkom en ga alsjeblieft bij ons aan tafel zitten. Ik werk al een jaar of 40 binnen de gezondheidszorg, altijd in de reguliere zorg. Ik begon als manager aan het bed. En later is dat uitgebouwd voor het managen van een aantal locaties. Werken voor Compartijn maakt het zo bijzonder door de kleinschaligheid, waardoor je als heer des huizes midden in de zorg kan zitten. Je hebt direct contact met de bewoners dagelijks. Je bent samen met je medewerkers op die werkvloer aanwezig, waardoor je goed hoort wat zijn de behoeften en wensen van de bewoners en op welke wijze kan ik mijn medewerkers daarin stimuleren om een vak met passie en aandacht uit te kunnen voeren. De belangrijkste kernwaarde is wel respect. We hebben veel te maken natuurlijk met mensen die toch wat beperkingen hebben en daardoor sommige dingen niet meer zelfstandig zullen kunnen, waardoor je geneigd bent om zaken over te nemen. Maar altijd vind ik het belangrijk dat mensen en ook ikzelf blijf zoeken van nou, wat kunnen ze nog wel, wat kunnen ze nog niet en hoe kan ik ze ondersteunen om hun eigen regie zoveel mogelijk te kunnen bewaren. Ik denk buiten de comfort en de luxe en alles wat hier is, is een belangrijk onderdeel ook de mensen die te werken. En die maken ook mede hoe bewoners hier deze omgeving ervaren. En wat heeft elk mens nodig is aandacht, liefde en respectvolle benadering. En ik denk samen met het team dat we daar wel ons steeds op focussen van doen we dat op de juiste manier. Komen we dicht bij die bewoner? Weten we wie onze bewoners zijn? Wat hun wensen en behoeften zijn? Ik denk dat dat de extra aanvulling is die wij hier met elkaar geven.